meer verschillen, meer dynamiek, meer zelfstandige mensen. Misschien ook meer uitvallers. Maar als het goed is, een stad die op wereldniveau kan opereren. Ik wil twee vragen onder de aandacht brengen. A. Wat is er nu gaande? Kunnen we begrijpen hoe de realiteit zich ontwikkelt in de stad? Hoe kijken we daar tegenaan? Zien we dat goed? En twee, wat vinden we daarvan in morele zin, in normatieve zin? Dus wat moeten we daarmee? En dat zijn dus twee vragen die voor elke partij zich stellen. Maar die voor de PvdA wel erg interessant zijn, omdat het oude repertoire volgens mij totaal opgebruikt is.